Ik ben Francesca Lazzari, onderdeel van het performance collectief Wild Vlees. En ik ben nu op de NDSM voorstelling aan het maken. Dear Friend, Wolves Have Always Eaten Sheep. Die aankomende vrijdag in première gaat op Robert Eye Festival. Ja, in de performances die ik maak probeer ik altijd te vertrekken vanuit een thematiek die ons collectief of als samenleving bezighoudt. En in dit geval dan ben ik bezig met de vluchtelingenproblematiek omdat ik denk dat het iets is die... Ja, die voor mij heel urgent voelt. Maar voor mij is het heel belangrijk om ook het kijken van de toeschouwers te richten op de plek hier waar we zijn. En met alle geluiden, met alle parasieten, elementen die erbij horen. We hebben allemaal hard gewerkt om er iets van te maken afgelopen week en we zijn heel blij met waar we gekomen zijn. Dus ik hoop dat iedereen kon kijken.